Hallo, mijn naam is Erwin Hoegebeur en ik ben het departementshoofd van PXL MAD School of Arts. Een fier departementshoofd, want achter mij zien jullie een groot, indrukwekkend groot, prachtig nieuw gebouw waarin zich de ateliers bevinden van onze vrije kunsten en onze opleiding juweelontwerp. Het is een prachtig nieuw gebouw en helaas kan ik jullie niet persoonlijk ontvangen, maar ik nodig jullie toch uit om met mij even te gaan kijken wat er in dit nieuwe gebouw zo allemaal te zien is. Lege ateliers. Ateliers zonder studenten. We zijn op de eerste verdieping van het nieuwe gebouw van de vrije kunsten en juweelontwerp van PXL MAD School of Arts. Heel kort, wat is PXL MAD? Wat is die School of Arts? We hebben een academische bachelor-masteropleiding in de beeldende kunsten. En dat betekent grafisch ontwerp, dat betekent vrije kunsten en dat betekent juweelontwerp en edelsmeedkunst. En er hangt ook nog een educatieve master aan voor die mensen die een soort van lerarenopleiding eigenlijk willen volgen en later in het onderwijs in de kunsten willen terechtkomen. Achter mij lege ateliers, geen studenten, maar dat blijft niet duren. Dat hopen we in elk geval heel snel te veranderen. Dit zijn de gloednieuwe ateliers waar onze eerste en tweedejaars studenten schilderkunst hun eigen plek gaan krijgen om, ja, zeg maar, kunstschilder te worden, ongetwijfeld. En ze krijgen daarvoor de begeleiding van drie echte topkunstenaars die hen met heel veel passie en heel veel kunde begeleiden. Dan wandelen we nu verder. Hier gaat een wereld open van kunst. Wat we hier rondom ons zien, is topwerk van topkunstenaars met dank aan SMAC. SMAC Gent, het Museum voor Actuele Kunst. Daar hebben wij een relatie mee, een goede bevoorrechte relatie. En zij doen drie interventies per jaar op onze campus. Ik ga niet alles tonen, maar toch heel even mee. Want hier hangen namelijk drie van de grootste levende kunstschilders ter wereld. We hebben Luc Tuymans, een vroeg werk. We hebben Marlene Dumas. En aan de andere kant hangt Adrien Genie. En ik wil er ook wel de nadruk op leggen dat deze prachtige museale tentoonstellingsruimte er niet enkel is voor het bouwen van dit soort prestigieuze tentoonstellingen. En op die manier jullie, de studenten, te confronteren met echt werk. Maar dat dit ook mag en moet gebruikt worden door studenten. Voor eigen tentoonstellingen en voor jurymomenten, waarop jullie natuurlijk twee keer per jaar jullie eigen werk aan de jury gaan presenteren. Alsjeblieft.